Hallo allemaal, ik ben Matthijs Denker, manager marketing en onderzoek. En ik ben Koen Berends, manager verenigingsonderstelling bij Badminton Nederland. We hadden natuurlijk graag bij jullie op de regiovergadering willen zijn om onder andere dit verhaal te vertellen. Maar dat gaat helaas niet vanwege de coronasituatie. Toch wilden we jullie even een update geven over het Air Badminton project. Ja, het Air Badminton project, vorig jaar natuurlijk meegestart met de Badminton Festivals. Daar willen we jullie zo direct een terugblik over geven. We gaan natuurlijk jullie meenemen in de plannen van 2020, want er staat een hoop op stapel, ondanks de perikelen. En natuurlijk de kansen voor de verenigingen. Maar eerst even kijken naar de film van afgelopen jaar over de Air Badminton Festivals. Quite excited to see how this sport is going to develop and what it's going to bring to the future. We hopen natuurlijk dat jullie net zo enthousiast worden van deze aftermovie als wij. We hebben uiteindelijk 11 badminton festivals georganiseerd vorige zomer. En daar zaten super succesvolle edities bij en ook minder succesvolle edities. Van Groningen tot Maastricht, letterlijk in het hele land, hebben we evenementen gehad. En daar hebben we vooral super veel van geleerd. Waar we dit jaar weer op door willen pakken om van deze sport een succes te maken. We hebben dat niet alleen gedaan. Met 85 vrijwilligers hebben we uiteindelijk 1200 mensen laten sporten op een van de Air Badminton Festivals bij een van de activiteiten. En wat daarnaast succesvol was, was dat we heel erg veel bereik hadden ook in de media. Veel media hebben het opgepikt, zowel offline als online, zoals je in de cijfers kunt zien. We hebben ook aan de deelnemers gevraagd hoe zij de Badminton Festivals ervaren hebben. En wat opviel is dat 80% aangaf opnieuw een Badminton Festival te willen bezoeken. Dat is natuurlijk een ontzettend mooi getal. Daarnaast gaf 71% aan vaker Air Badminton te willen spelen. En dat, daar was een onderscheid, zowel in georganiseerd als ongeorganiseerd verband. Nou, die hoge percentages waren voor ons wel een belangrijke reden om te zeggen we gaan door met Air Badminton in 2020. Voordat Matthijs jullie daar iets meer over gaat vertellen, willen we jullie graag de promo movie laten zien die voor het project is ontwikkeld. Dit is de Air Shuttle. Daarmee kan je altijd en overal onder extreme weersomstandigheden air badminton. Dat kan zijn hier, tussen de bomen, in het park of in je wijk. Zoals op dit voetbalveldje. Air badminton kan perfect op het zand, bijvoorbeeld bij een strandje of bij een meertje bij jou in de buurt. Of gewoon op straat, tussen de auto's. Maar pas wel een beetje op. Air badminton speel je niet alleen freestyle, maar ook op een veld. Dat kan een bestaand veld zijn, maar ook een flexibel veld, zoals hier. Je vraagt je misschien af, wat is er bijzonder aan dit veld? Het veld heeft weinig lijnen en een dead zone. Zorg ervoor dat je niet de shuttle in de dead zone slaat. Punt voorbij, punt voor de ander. Air badminton kan 1 tegen 1, 2 tegen 2, maar ook helemaal nieuw 3 tegen 3. En dat kan wel eens heel erg vet gaan worden. Ben je enthousiast en wil je deze gave nieuwe sport ook proberen? Ga dan naar airbadminton.nl, score je eigen air shuttle. Ik ga nog even oefenen, we gaan aan de slag. Let's go! Naar dit filmpje neem ik jullie graag mee hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Hoe we zijn gekomen tot zo'n mooi Air Badminton platform. Afgelopen jaar zijn we begonnen met de plannen. We hebben bij het Innovatiefonds een subsidie aangevraagd. Die hebben we volledig gekregen. Daar waren we natuurlijk enorm blij mee dat het NOC-NSF dit plan met de open armen heeft ontvangen. We zijn met de BWF afgelopen jaar natuurlijk ook al bezig geweest met de Badminton Festivals. Ook dit jaar zijn we weer officieel partner bij de BWF om Air Badminton neer te zetten en groot te maken in de wereld. Ook al zijn wij maar een klein kikkerlandje.
Wat ook natuurlijk heel gaaf is, is dat Adidas op dit project ook is aangehaakt. En onze hoofdsponsor is voor wat betreft de kleding en de materialen. En Badminton Planet is natuurlijk ook een belangrijke partner om dit platform vorm te geven. Met een heuse webshop die eraan gekoppeld wordt. Dus al met al zijn we heel blij met de randvoorwaarden zoals we zijn gestart. Welke drie pijlers hebben we dan? Hè? Wat behelst dat Air Badminton platform? Dat is digitaal, dat zijn de evenementen en de implementatie. Het digitale gedeelte is natuurlijk het platform zelf, hè? De website airbadminton.nl. We hebben de webshop hebben we heel mooi ingericht. Maar ook het digitale gedeelte omtrent het social media gebeuren en alles wat daarachter zit om alles te kunnen meten en te kunnen kijken hoe we de klant zo goed mogelijk kunnen gaan bedienen. Daar is aan gedacht. Events, ook een hele belangrijke. Daar kan jij misschien nog wat meer over vertellen, Koen? Ja, we hadden voor events een volle kalender op de planning met opnieuw badminton festivals, zowel losstaande als aangesloten bij grotere festivals. Een nationaal toernooicircuit waar we de betere badminton spelers gingen uitdagen om te proberen daar voor de prijzen te strijden. En zelfs een eerste open NK. Maar vanwege het coronavirus kan in ieder geval een groot deel van deze evenementenkalender helaas voor nu niet doorgaan. We zijn constant aan het kijken wanneer er wel weer wat mogelijk is en of we nog aanpassingen in de formats kunnen doen om toch iets te kunnen organiseren. En daar houden we jullie natuurlijk van op de hoogte zodra er weer iets kan. Ja, maar dan hebben we het implementatiegedeelte natuurlijk. Als je een nieuwe sport begint, dan wil je dat die ook gespeeld gaat worden in Nederland. De implementatie hebben we in tweeën gedeeld. We hebben het verenigingsgedeelte, dat is voor jullie. En we hebben het professionele gedeelte, het commerciële gedeelte. Bijvoorbeeld beachlocaties die in Nederland zijn, waarbij we ook gewoon van allerlei dingen klaar hebben staan. Zodat daar bijvoorbeeld ook verenigingen kunnen gaan spelen. En dat er dus ook echt vaste plekken komen, naast bijvoorbeeld de mogelijkheden bij jullie op jullie eigen vereniging, om Air Badminton te gaan spelen. Dus wij zijn er heel erg enthousiast over. Maar waar we het meest enthousiast eigenlijk wel over zijn, is dat we onze eigen Air Shuttle hebben. Hij is in Nederland, hij is er al, hij is ook te koop. Hij is binnenkort ook echt in Nederland. Je ziet, we hebben echt ons eigen design. Always and everywhere. Dat is onze slogan waarmee wij Air Badminton in Nederland gaan veroveren. En met onze speciaal ontwikkelde eigen koker. Dus daar zijn we heel blij mee. Wees geduldig. Hij is eind mei kunnen jullie er zelf mee gaan spelen. Dus echt helemaal te gek. Kansen voor jullie. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. Want die zijn er zeker, toch Koen? Ja, kansen voor badmintonverenigingen zijn er zeker. En die zijn ook heel breed. Je kan Air Badminton bijvoorbeeld inzetten om nieuw aanbod te creëren voor je bestaande leden. Bijvoorbeeld tijdens zomeravond badminton, om dan met je leden naar buiten te gaan en dus op die manier een nieuwe uitdaging te geven. Maar je kan Air Badminton ook vooral inzetten om nieuwe leden te werven en nieuwe doelgroepen aan te spreken. Buiten is natuurlijk veel zichtbaarder dan binnen in een sporthal. Dus Air Badminton is heel erg geschikt voor promotieactiviteiten. En we zien ook dat er een andere doelgroep op Air Badminton afkomt dan op het traditionele binnen badminton. Vanuit andere sporten zien we dat soms mensen door de outdoor variant aangetrokken kunnen worden. En vervolgens ook interesse krijgen in de indoor sport. En dat daarmee ook het reguliere badminton kan gaan groeien. Ja, net als bij volleybal is gebeurd in de afgelopen 10 jaar. Van echt de binnensport naar buiten toe ook. En nu ook echt van buiten weer naar binnen toe. Dus wij denken dat daar echt enorme kansen liggen voor hele grote nieuwe doelgroepen. Ja, zeker. Daarnaast heeft Air Badminton hele lage opstartkosten en zijn alle materialen straks verkrijgbaar via airbadminton.nl met een speciaal tarief voor Badminton Nederland verenigingen. Een laatste specifieke kans voor deze periode is dat in tijden van corona eerder buiten gesport mag worden als binnen. Dus dat voorlopig veel verenigingen buiten aan het opstarten zijn. Ja, juist in deze periode biedt Air Badminton denk ik daarvoor heel veel mogelijkheden. Ja, dus ga naar airbadminton.nl. En kijk naar alle mogelijkheden die het voor jouw vereniging heeft. Heb je vragen? Verenigingen@airbadminton.nl. Binnenkort komt er ook nog een online interactieve sessie. Daarover volgt snel meer informatie. Are you ready? Let's go! Bedankt allemaal!